Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Hoogma. Begonnen bij Cambuur. Daarna was het FC Twente. Hamburger SV. En 2 jaar Heracles. Kijk, toen ik terugkwam vanuit Duitsland als speler heb ik hier nog 2 jaar mogen voetballen. Het eerste jaar in nog een stuk kleiner stadion dan dit. Ik dacht uit mijn hoofd 6.500 toeschouwers destijds. Polman Stadion en ze zijn kampioen geworden met de ploeg. Nog 1 jaar eerder de divisie gespeeld en toen vond ik het ook goed. Dan was ik 37, bijna 38 jaar. 17 jaar betaald voetbal achter de rug en ik merkte toen ook aan mezelf dat ik van de wedstrijden ook veel langer moest herstellen en het was toen ook oké. En ja, daarna vervolgens ben ik in de organisatie opgenomen, algemeen directeur geworden en dat ook 12 jaar gedaan. Dus, Nico-Jan Hoogma gaat ons na een periode van meer dan 11 jaar verlaten en wordt directeur topvoetbal bij de KNVB. Ja, voor mij is het een hele grote eer, zo voelt dat, om bij de KNVB aan de slag te gaan. En ik zie het als een enorm mooi vervolg op mijn loopbaan die ik hier bij Heracles Almelo heb. Ik ben meer dan 11 jaar algemeen directeur, dus ik zie dit als een prachtige vervolgstap. Ik was verantwoordelijk voor de technische staven van nationale elftallen mannen A, vrouwen A, jongenslijn, jong oranje, onder 21 en de onder 19. En uiteindelijk ook het zaalvoetbal mannen A zat ook onder mijn verantwoordelijkheid. Alleen, ja, dat was ook de uitstraling dat ook beschouwd werd als topvoetbal. We gingen toen ook naar het EK toe, hè, onze eigen EK, wat we in Nederland hebben gespeeld. Dus ik zat ook te sparren met de bondscoach van het zaalvoetbal. Alleen qua spel en zo en inhoudelijk lag het niet echt in mijn... binnen mijn bereik, zeg maar. Mooie tijd, een hele andere tijd. En uiteindelijk wel tot de conclusie gekomen dat ik mij meer clubman voel dan bondman. En, maar uitstekende collega's gekend en heel goed opgetrokken met het directieteam. Wat gewoon heel mooi was. En ik vind ook met de nationale teams ook de laatste jaren ook weer gepresteerd. Dus mooie tijd. Ik kan wel zeggen dat ik weer thuis kom, ja. Ja, nou, de uitdaging lijkt me wel duidelijk. Dat is met deze fantastisch mooie club weer promoveren. En daar willen we vol voor gaan. Dus dat is prioriteit nummer 1. Het gaat goed, het is druk, maar het is logisch. Ik ben 15 juni hier begonnen. Dat is zo'n nog niet eens 2 weken geleden. Wat ik gedaan heb is samen met Rob hebben we Henry Kruse weten vast te leggen als assistent trainer. Waar we enorm blij mee zijn. Het is natuurlijk al die jaren, dat was ook in mijn periode zo, maar ook toen ik bij de KNVB zat, is constant ook vanuit de club Heracles contact gehouden met Henry. Nu kwam het moment, en dat zijn dan samenloop van omstandigheden, wat je dan helpt, zeg maar. Er kwam een moment dat hij heel graag terug wilde. Daar zijn we natuurlijk gelijk op ingesprongen. Omdat wij het gewoon hartstikke belangrijk vinden dat hij als assistent-trainer weer terugkomt. Nou, de belangrijkste keuze was normaal omdat ik het totaal niet naar mijn zin had in Lyon. Dat heeft ook te maken met de taal die ik niet beheers. Ik versta het wel heel redelijk goed, maar ik moest meestal terugcommuniceren in Engels. Maar dat werkte niet altijd, omdat de meeste Fransen niet echt een Engels beheersen. Dus dat was voor mij de grootste reden. En de andere reden was toch ook wel een beetje de familie, de kleinkinderen. Die ik bijna niet zie opgroeien. En dat was ook een van de redenen om wel terug te keren. Toen het moment kwam van Heracles om hier te komen weer een taak te vervullen. Kijk, ik ben al die jaren wel gewoon contact blijven houden met Heracles. Dus ik heb altijd wel contact. En dan blijft hij op de achtergrond altijd, in ieder geval bij de clubleiding, blijft
Het feit dat ze graag willen dat ik terugkom. En nu was het moment daar dat van beide kanten wisten van dat ik me daar niet op mijn gemak voelde. En nou, Heracles toch wel graag weer de stap terug wil maken naar de Eredivisie. Wat toch zeer pijnlijk is geweest het afgelopen jaar. En dan proberen zo snel mogelijk weer terug te komen. Dat is eigenlijk een van mijn redenen geweest om ook weer terug te komen bij deze club. Hij maakt spelers beter, individueel. Tactisch hoef je Henry niks te leren. Dus en is gewoon een verbinder ook binnen de club en de staf. Dus mega belangrijk dat hij terug is. Ondanks dat ik weet gewoon dat ik een stapje terug doe. Want een club als Lyon is natuurlijk niet zomaar een club. Maar goed, ik zeg al, geld is niet altijd alles. Want je moet ook gelukkig zijn en je moet jezelf ook kunnen profileren binnen een club. En dat gevoel had ik totaal niet meer daar. En nu ik weer terug ben hier, kan ik mezelf ook weer mezelf zijn. En kan ik ook met spelers communiceren waar ik normaal gewoon sterk in ben. En dat ga ik dus ook doen hier binnen de club. Maar Henry is ook echt een trainer die in de groep staat, tussen de jongens in. Daar ligt zijn kracht ook echt. Dit is helemaal op zijn lijf geschreven. Ja, je bent de afgelopen jaren met Peter Bos bij onder andere Ajax, Dortmund, Leverkusen. Nu Lyon geweest. Hoe heb je die jaren ervaren? Ja, het was een enorme ervaring natuurlijk. Die clubs die we allemaal gehad hebben. We zijn eigenlijk begonnen bij Vitesse. Toen kwam Maccabi Tel Aviv. En vandaar is Ajax gekomen. Nou ja, Dortmund, Leverkusen. Nou ja, en het rijtje zo afgevuld nu met Lyon. Dus dat waren best allemaal hele leuke clubs. Mijn beste periode vond ik in ieder geval waar ik het leukst had, was bij Leverkusen. Dat klinkt misschien stom met Dortmund op de achtergrond. Maar Leverkusen is echt een geweldige club qua faciliteiten. Alles is daar aanwezig, tip-top. Dus wat dat dan gaat, heb ik daar mijn mooiste tijd gehad. En daar had ik het ook enorm naar mijn zin. En dat is ook puur omdat je dan ook de taal beheerst in Duits. En ik zeg al, het moment dat we dus daar bij Lyon zijn begonnen, ben ik er met veel enthousiasme naartoe gegaan. En ik heb ook wel de les gevolgd. Alleen op een of andere manier krijg ik niet de woorden te pakken die ik graag wil. Ja, en dan ben je niet meer jezelf. Ik was altijd heel vroeg thuis na een training. Terwijl ik normaal altijd één als laatste wegga bij een club. Dus al dat soort redenen zijn dan geweest voor mij om te zeggen van ja, ik ga gewoon weer lekker terug als het moment daar is. En mijn clubje wil me. En dat is altijd wel het geval geweest. Dus dat was het moment nu. Dus ik denk, die pak ik. Ja, goed. Ik kom terug en heb eigenlijk ook hetzelfde gevoel. Gevoel van thuiskomen, gevoel van de club weer willen helpen. En dat heeft hij ook enorm sterk. De club heeft natuurlijk een behoorlijke tik opgelopen. Er zit een behoorlijke barst in die ruit. En ik vind die barst moet weer geheeld worden. Er moet weer een familie worden. En daar hebben we iedereen bij nodig, ook onze supporters. En ik hoop ook dat ik daar een steekje aan kan bijdragen door terug te komen binnen de club. En ik denk met name ook bij de supporters dat ze dat wel waarderen. Gaat natuurlijk. We waren al een lijstje aan het maken, Rob en ik. Oké, welke trainers zijn vrij, waar lopen de trainers en wat zou eventueel kunnen passen binnen onze organisatie. Toen kwam Henry erbij en daar ga je natuurlijk ook mee zitten. En dan hebben we daar overeenkomsten. Die hadden we. En toen zijn Rob en ik ook direct in gesprek gegaan met John Lammers. Dat was een kandidaat en uiteindelijk was dat voor ons ook de beste kandidaat. Het is een heel goed gesprek geweest. Het moest natuurlijk relatief snel, omdat we maar kort tijd hadden om klaar te zijn ook voor de voorbereiding. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit een hele goede samenwerking gaat worden. Nou ja, ik kreeg een belletje van Rob Toussaint en Nico Jan. En toen hoorde ik ook dat Henry terugkwam. Nou, Henry kent mij als trainer. Dus je weet een beetje hoe de voetballerij werkt. Dus ik wist wel wat voor trainer dat ze hier zochten. Nou ja, ik denk dat ik aardig in dat profiel paste. En als die uitdaging voorbij komt, dat is wat ik zeg, dan zeg je daar geen nee op. Er zijn een aantal clubs waar je geen nee op zet. En Heracles is er daar zeker eentje van. Ja, wat we eigenlijk zochten is ervaring. Het liefst ook ervaring ook in de divisie waar we nu in gaan spelen. Ervaring met promotie, maar misschien ook ervaring van het weten van wat degradatie inhoudt. Wat dan ook er kan gebeuren met staf, spelersgroep en de hele omgeving. Nou, eigenlijk heeft hij dat allemaal. Dus lange loopbaan, ook als trainer, als assistent trainer, maar ook als hoofdtrainer.
Ja, het is een jongen die, samenwerken, dat staat echt bovenaan bij hem. Dat vinden wij ook belangrijk. Dus niet een einzelganger, maar iemand die wil samenwerken. Die verschillende assistenten ook echt in de kracht weet te zetten. Ik merk een enorme drive bij hem. En wat heel belangrijk is, is ook dat echt wat hij uitstraalt en die wil ook heeft, is promotie. Daar is alles om te doen. En dat samenvattend, zeg maar, dachten wij van dit is gewoon de man die wij moeten hebben. Nou, wat ik al zeg, de ambitie die de club uitspreekt. Hè. Ze willen het liefst zo snel mogelijk terug. En die garantie kan ik niet geven, maar daar gaan we alles voor doen. Daar hebben we ook de technische staf op ingericht. Daar is eigenlijk alles op gemaakt. Dus die ambitie, die sprak mij enorm aan. Hè. Ik heb het zelf meegemaakt in Denemarken. Na een jaar terugkeren en wat dat teweeg brengt. Dat moeten we hier ook voor gaan. En wat ik al zeg, je bent een beetje afhankelijk van wat blijft er en wat gaat er komen. Het is ook een mooie competitie, want je hebt 6-7 clubs die eigenlijk hetzelfde denken als wij. Alleen wij moeten zorgen en laten zien dat we net iets beter zijn. Ja, hoe voelt dat zo'n eerste werkdag? Het is even wennen, alles is nieuw. Je ziet heel veel nieuwe namen. Maar wat ik al zeg, als je straks op het veld staat, dan bent dat heel snel. Ja, wat is de eerste indruk die je krijgt van de club? Ja, een warme club. Mensen staan voor je klaar, mensen willen je helpen. Zo ken ik eigenlijk Heracles al, dus dat verraste me niet. Maar ik merk dat iedereen hier heel erg behulpzaam is, heel erg met Heracles begaan is. De laatste jaren, ik heb het laatste jaar bijna, of de laatste 6-7 maanden heb ik in Iran gezeten. En dat was meer dat ik daar een week of drie naartoe ging. En dan was ik een week of 6-7 thuis. Dus met name in de FIFA dates was ik daar met de onder 23 bezig. Kwalificatie voor de Azië Cup in Oezbekistan gehaald, in Tajikistan. Dus veel landen bezocht en veel nieuwe spelers gezien die je eigenlijk niet zo goed kent. Twee of drie weken geleden heb ik nog in Oezbekistan de Azië Cup gespeeld. Een mooie ervaring, mooi land. Dat wist ik van tevoren ook niet, maar echt een leuke, goede ervaring. En daarvoor heb ik 2,5 jaar in Eschberg gezeten. Eerste jaar met Ted Verleeuwen. Waren ze net gedegradeerd. En toen zijn we gepromoveerd. Gelijk het eerste jaar. Dat was de doelstelling, ook met jongens van de club. Dus we hadden 5 jongens van 19 van Eschberg erin staan. En aangevuld met ervaring. En het eerste jaar gelijk gepromoveerd. Tweede jaar derde geworden. Europees voetbal gehaald. Verkozen tot trainer van het jaar in Denemarken. Daar ken ik Nicolai Lauwers ook van. Daar speelden we toen 4 keer tegen. Die speelde bij Brøndby. En gewoon een fantastisch jaar. Het jaar erop, en dat is een voetballerij helaas, na 9 wedstrijden waren er minder resultaten. En dan word je ontslagen. Maar al bij al heb ik het denk ik erg goed gedaan. Voor mij waren er 4 trainers in 2 jaar uitgegooid en na mijn in 2 jaar 7. Dus ik heb er zelf 2,5 jaar gezeten en een hele mooie tijd gehad. Ook, andere culturen leren, een andere competitie. Wat denk ik voor een trainer erg belangrijk is om zichzelf te ontwikkelen. Ja, want wat zijn echt met name dingen die je daar echt geleerd hebt, wat je hier bijvoorbeeld in het Nederlands voetbal niet zo snel tegenkomt? Nou, met name de mentaliteit is erg goed. Het voetballen, wij zijn hier in Nederland vrij voorzichtig met spelers. Als wij daar een keer, hebben we een aantal keren gehad, daar drie wedstrijden in 6 dagen. Ja, dan ben je hier nogal gauw bang voor overbelasting. En daar is het van, nou jongen, we spelen een wedstrijd, we herstellen en we spelen een wedstrijd. Mooier kun je het niet hebben. Dus die omslag was vrij goed. En
daar heb je ook oudere spelers voor nodig en ook trainers die dat stimuleren. Nou, dat hadden wij in het team zitten. Dus dat was met name denk ik wel het grote verschil. Ja, waar zie je voor jezelf de grootste uitdaging de komende weken? Nou, de komende weken zal het met name zijn om de jongens te leren kennen, de staf te leren kennen. We gaan duidelijke afspraken maken. Ik wil op een duidelijke manier gaan spelen. Ik wil liefst hoog druk zetten, maar dat gaat niet altijd. En daar moet je de jongens in wijs maken, in betrainen, wedstrijden spelen, fouten in maken. Maar op het moment dat we de competitie beginnen, moeten we daar klaar zijn. Moeten we iedereen weten wat hij moet doen. En dat is de grootste uitdaging. Ik zeg altijd, je moet duidelijkheid scheppen in een elftal. Hoe spelen we? Waar zetten we druk? Hoe zetten we druk? Dat soort dingen. Hoe bouwen we op? Dat moet allemaal duidelijker worden. Nou ja, kijk, als de huidige selectie blijft, dan ben ik tevreden. En gaandeweg de voorbereiding zul je misschien nog zeggen van nou, op die plek wil ik nog een ander type speler. Ja, wat ik al zeg, ik heb een ander idee misschien over spelen als de vorige trainer en dat geeft niks. Maar daar horen ook soms zelfs andere spelers bij. Aan de andere kant geeft het andere spelers ook mogelijkheden om zich weer te tonen. Ik zeg ook altijd, je moet eerst kijken wat heb je zelf en daarna moet je pas verder gaan kijken. En ik ben gaan zitten met de jongens. Ik wilde graag weten wat de ambities zijn, maar ook hoe familiair hoe het is. Gewoon proberen kennis te maken en in te leven in de persoon. En weten wat je tegenover hebt, maar omgekeerd natuurlijk ook. Wat kunnen ze van mij verwachten? Dus, ja, zo moet je het gewoon zien. En uiteindelijk heb ik hun natuurlijk ook verteld wat mijn ideeën of onze ideeën zijn over de technische staf, de invulling daarvan. Ik kon op een gegeven moment ook al wat meer zeggen, toen er wat meer duidelijkheid ook was. En wat onze doelstellingen insteken met de club is het komende seizoen. Ik denk dat dat belangrijk is en of iedereen zich daaraan wil conformeren. Ja, en kun je in het algemeen aangeven hoe de spelers er momenteel in staan? Die hebben zeker de ambitie om voor deze prachtige club te spelen. En die hebben ook zeer zeker een bepaald revanche gevoel. Op datgene wat er afgelopen seizoen is gebeurd. Dus dat willen we ook met elkaar opwekken, een revanche gevoel. En natuurlijk zijn er ook spelers die zijn keukenkampioen divisie. En mijn toekomst lag toch wel duidelijk iets anders. Dat op een gegeven moment komt wel naar boven drijven en dan gaan we zien wat ook de komende weken gaat gebeuren. Want ik heb gezegd van wij gaan starten. Maandag gaan we van start met de 25 contractspelers die we hebben. Minus Luca de la Torre en Giacomo, die komen later terug. We gaan starten met deze spelersgroep. Deze spelersgroep ligt onder contract. We hebben een nieuwe technische staf. Nou, dan gaat zich vanzelf tijdens de voorbereiding gaan zich dingen ontwikkelen. Hoe ziet de technische staf dat in speelwijze en wie past daar goed in, wie past er misschien minder goed in? Ja, en dan krijg je vanzelf op een gegeven moment een bepaalde richting waar we gaan kijken, moeten we ergens nog accenten zetten? En misschien dat een speler zegt van ja, ik pas hier toch minder goed bij en valt er te praten over eventueel een vertrek. Is er momenteel al concreet interesse voor spelers of is dat momenteel niet aan de orde? Er is wat interesse, ja, maar niet dusdanig dat dat concreet is, behalve één iemand, dat is Noah. Daarmee is ook een degradatieclausule afgesproken. Hij was één van de drie die dat had, of heeft. En als dat bedrag ook neer wordt gelegd en hij wil naar die club die dat doet, ja, dan is hij vrij om te gaan. Dus de onderhandeling, hij heeft daar vandaag een onderhandeling over. Dus dan gaan we zien of dat wel of niet waarheid wordt. Michael Brouwer, hij is teruggekeerd van SCM. Wat zijn de plannen van jullie met hem? Nou, de plannen zijn duidelijk. Wij willen goede keepers hebben, omdat wij kwaliteitsspelers willen hebben. Die ervoor moeten gaan zorgen, uiteindelijk met de staf, dat we gaan promoveren. Michael heeft uitstekend gedaan het afgelopen seizoen bij FC Emmen, is daarmee gepromoveerd, dus weet ook wat dat is. En dit was een verhuurperiode wat vooraf heel duidelijk was afgesproken. Dus Michael sluit bij ons weer aan. En zoals ik al zei, we hebben gewoon goede keepers nodig, dus
Ja, en daar is hij één van. Nou, wat ik net aangaf, we gaan eerst starten met de groep van 25. Met de nieuwe technische staf en de ideeën die zij hebben. En dan gaat zich de komende weken gaat zich vanzelf wel iets ontwikkelen in wat we nog zoeken. Wat beter zou moeten, maar ook de andere kant uit. Of er interesse gaat komen voor een speler, dat valt ook niet uit te sluiten. Dus we gaan dat zien en daar gaan we dan weer op inspelen. Maar goed, ik bedoel, daar moet iedereen een steentje bijdragen en keihard aan knokken om te zorgen dat we daar komen waar we graag willen zijn en waar we horen te staan met deze club. Want ik vind dat wij ondertussen wel een stabiele middenmotor waren. Alleen, ja, we hebben er een seizoen tussen zitten wat even een beetje tegen zat. En ook met blessures, dus het liep niet allemaal zoals wij graag wouden. En dan krijg je zo'n seizoen en dan probeer je maar uit te komen. Dus en daarin zal iedereen vanaf dag 1 gefocust moeten zijn om maar met één doel promoveren. Goed, er wordt een andere mentaliteit gevraagd op dat niveau. En daar heb je jongens bij nodig die ook weten van wat er gevraagd wordt. En natuurlijk heb je kwaliteit nodig, daar hoort ook voetbal bij. We willen toch een bepaalde manier van voetbal spelen hier binnen de club. Ik wil daar onderdeel van zijn, dat dat weer terugkomt, dat het attractief wordt. Dus wil ik daar samen onderdeel van zijn om deze groep weer zo snel mogelijk dus daar te brengen waar ze horen. En daar moet iedereen zich bewust zijn. Het doel is gewoon proberen zo snel mogelijk terug te komen naar de Eredivisie waar Heracles thuis hoort. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.